Dames en heren, de vergadering is geopend. Ik deel aan de vergadering mee. De verontschuldigingen zijn ingekomen van de volgende leden. De heer Dazeleer en mevrouw Soete zijn afwezig wegens familieverplichting en mevrouw Anke van der Meers is afwezig om gezondheidsredenen. Nu is aan de orde het onderzoek van de geloofsbrieven en de eedaflegging. Dames en heren, krachtens artikel 5, paragraaf 2 van het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen hebben de heer Geert Bourgeois, mevrouw Hilde Krevits, mevrouw Lisbeth Hoomans, de heer Filip Muiters, mevrouw Joke Schouwvliegen en de heer Jo van Deurze en Ben Wijts door een eedaflegging als lid van het Vlaams parlement op 25 juli 2014 geen zitting meer in het Vlaams parlement. De opvolgers die in aanmerking komen om hen voor de duur van hun ministerambt te vervangen zijn respectievelijk de heren Bert Maartens en Jan Durnee, mevrouw Vera Seeles en de heer Jan Hofkens en Jenne de Potter, mevrouw Ann Christiaans en de heer Peter Persijn. Hun geloofsbrieven werden al goedgekeurd in onze plenaire vergadering van dinsdag 17 juni 2014. Ik roep mevrouw Vera Seeles, mevrouw Ann Christiaans en de heren... Mevrouw Seeles, u mag nog even blijven zitten. Mevrouw Seeles, u mag even blijven zitten. U bent net zo ongeduldig als de minister-president. Ik begin opnieuw. Ik roep mevrouw Vera Seeles, mevrouw Ann Christiaans en de heren Jeanne de Potter, Jan Durnee, Jan Hofkens, Bert Maartens en Peter Persijn uit tot Vlaams volksvertegenwoordiger. Aan de orde is nu de eedaflegging. De Vlaamse volksvertegenwoordigers worden verzocht bij het afroepen van hun naam van op het sprekersstoelte de grondwettelijke eed af te leggen. Die luidt als volgt. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik verzoek mevrouw Kathleen Helse, secretaris, de naamafroeping te houden. Mevrouw Helse, alstublieft. Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Ik zal de naamafroeping alfabetisch doen. En als eerste roep ik mevrouw Vera Seeles om de eed af te leggen. Ik zweer de grondwet na te leven. Mevrouw Seeles, ik geef u akte van uw eedaflegging. Officieel. Mevrouw Ann Christiaans. Ik zweer de grondwet na te leven. Mevrouw Christiaans, ik geef u acte van uw eedaflegging, officieel. Strekennoten van mij. De heer Jenne de Potter. Ik zweer de grondwet na te leven. Meneer de Potter, ik geef u akte van uw eedaflegging en proficiat. De heer Jan Durnee. Ik zweer de grondwet na te leven. Meneer Durnee, ik geef u ook akte van uw eedaflegging en proficiat. En ik heb begrepen dat het was voor u de 20e eedaflegging. Hè?
Nu, meneer Durné, in het reglement van het parlement staat dat u dan straks een tractatie geeft. De heer Jan Hofkens. Ik zweer de grondwet na te leven. Meneer Hofkens, ik geef u akte van uw eedaflegging en proficiat. De heer Bert Maartens. Ik zweer de grondwet na te leven. Meneer Maartens, ik geef u ook akte van uw eedaflegging en proficiat. De heer Peter Persijn. Ik zweer de grondwet na te leven. Meneer Persijn, ik geef u ook akte van uw eedaflegging en proficiat. Goed, dames en heren, dan gaan we verder met de agenda. Wijziging in de samenstelling van de politieke fracties. Bij brief van 25 juli 2014 delen de heer Matthias Diependalen, voorzitter van de N-VA-fractie, mevrouw Vera Seeles en de heer Jan Hofkens, Bert Maartens en Peter Persijn mee dat mevrouw Vera Seeles en de heren Jan Hofkens, Bert Maartens en Peter Persijn vanaf hun eedaflegging deel uitmaken van de N-VA-fractie. Bij brief van 25 juli 2014... delen de heer Koen van den Heuvel, voorzitter van de CD&V-fractie, mevrouw Anne Christiaans en de heren Jeanne de Potter, Jan Durné en Joris Pochet mee dat mevrouw Anne Christiaans en de heren Jeanne de Potter, Jan Durné en Joris Pochet vanaf hun eedaflegging deel uitmaken van de CD&V-fractie. Dames en heren, bij brief van 25 juli 2014 deelt de heer Matthias Diependalen, voorzitter van de N-VA-fractie, mee dat behalve mevrouw Liesjans ook de heer Piet de Bruin, ondervoorzitter van de N-VA-fractie is. Dames en heren, bij brief van 25 juli neemt de heer Herman de Croo vanaf heden ontslag als derde ondervoorzitter. Bij brief van 25 juli 2014 neemt mevrouw Aniek de Ridder ontslag als secretaris. Ik stel voor de agenda aan te vullen met de verkiezing van een derde ondervoorzitter en een secretaris. Is het parlement het hiermee eens? Dan is nu aan de orde, dames en heren, aan de orde is nu de verkiezing van de derde ondervoorzitter, vervangen van de heer Herman de Croo en van een secretaris te vervangen van mevrouw Aniek de Ridder. Meneer Tommelijn, alstublieft. Meneer de voorzitter, collega's, wij stellen voor om als derde ondervoorzitter van dit parlement aan te duiden de heer Bart Somers. Dank u wel. Bij brief van 25 juli 2014 draagt de heer Matthias Diependalen, voorzitter van de N-VA-fractie, de heer Chris van Dijk voor als secretaris. Wil u dat zelf mededelen? Dat staat hier in mijn draaiboek, dus ik voel altijd het draaiboek uit als een... U heeft het goed voor, u heeft goed opgelet in de fractievergadering. Chris van Dijk. Ah, dat is de reden. Oké, goed. Zijn er nog andere voorstellen? Nee. Aangezien het aantal kandidaten overeenstemt met het aantal toe te wijzen plaatsen, verklaart de heer Bart Somers, verkozen tot derde ondervoorzitter, en de heer Chris van Dijk tot secretaris. Allebei gefeliciteerd. Dames en heren, bij brief van 25 juli 2014 deelt de griffier van de Senaat mee dat in gevolge de eedaflegging van de heren Geert Bourgeois, Philippe Muiters en Ben Weitz als lid van de Vlaamse regering drie mandaten van deelsenator vakant zijn geworden die aan de politieke formatie B toekomen. Politieke formatie B heeft mij op 25 juli 2014 een lijst overhandigd waarop zij de heren Piet de Bruin, Andries Griffois en Jan van Esbroek aanduidt als deelstaatssenator. Die lijst is ondertekend door de meerderheid van de leden van de politieke formatie. Ik zal de door de politieke formatie ondertekende voordrachtlijst aan de griffier van de Senaat betekenen. Dames en heren, zoals gevraagd door de heer Matthias Diependalen, voorzitter van de N-VA-fractie, stel ik voor de oprichting van een commissie ad hoc te verdagen tot morgen. Is het parlement het hiermee eens? Zo te zien wel.
Dan nodig ik de fractievoorzitters uit om mij uiterlijk morgen om 10:00 de namen van hun vaste en plaatsvervangende leden in de commissie ad hoc te bezorgen. Dames en heren, conform artikel 60, paragraaf 4 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen heeft de Vlaamse regering in haar midden minister Geert Bourgeois tot voorzitter aangeduid. Proficiat. Plus, de koning heeft zijn aanwijzing tot voorzitter bekrachtigd en minister-president Geert Bourgeois heeft in de handen van de koning de eed afgelegd. Dames en heren. Is iedereen van die emoties van de koning bekomen? Dames en heren, aan de orde is de regeringsverklaring over het regeerakkoord. Minister-president Geert Bourgeois, u heeft het woord. Collega's, het is goed leven in Vlaanderen. Belangrijke indicatoren in onze samenleving staan op groen. Maar zelfgenoegzaamheid mag ons niet in slaap wiegen. Veel kan, veel moet beter. Ook en precies in budgetair moeilijke tijden. Ik beperk me tot enkele voorbeelden. Ons Vlaams onderwijs staat aan de wereldtop. Onze jongeren scoren in wiskunde, wetenschappen en lezen boven het gemiddelde van alle jongeren uit de OESO-landen. Maar in internationaal vergelijkend onderzoek verliezen onze sterkste presteerders terrein. Op het vlak van het aandeel vroegtijdige schoolverlaters doen we het al beter dan in de Europa 2020-doelstelling. Maar het moet onze ambitie zijn om het aantal vroegtijdige schoolverlaters nog te verlagen. Vlaanderen is een welvarende deelstaat. Ons bruto binnenlands product ligt hoger dan het Europees gemiddelde. Dit hebben we te danken aan onze performante bedrijven, de hoge arbeidsproductiviteit en inzet van hun medewerkers, aan de innovatie en onze exportgerichtheid. Anderzijds vormen de versterking van de activering van mensen op de arbeidsmarkt, ruimte voor ondernemen en de verkeerscongestie een heel belangrijke uitdaging. Belangrijke punten die voor verbetering vatbaar zijn. De Vlamingen kunnen rekenen op een kwaliteitsvolle en betaalbare hulp- en zorgverlening. Maar er zijn nog steeds te veel mensen die een onvoldoende aangepaste antwoord op hun noden krijgen, een zorg voor al wie geeft om een inclusieve samenleving. De belangrijke uitdagingen waar Vlaanderen voor staat, zijn tevens opportuniteiten. Ze nopen ertoe om keuzes te maken. En we pakken die uitdagingen aan met een drieluik. Vertrouwen, verbinden en vooruitgaan. We mogen en moeten vertrouwen hebben. Vertrouwen in ons eigen kunnen, maar ook in elkaar. Vertrouwen betekent ook verbinden, zodat we samen vooruit kunnen gaan. Collega's, met het vertrouwensbeginsel wil deze Vlaamse regering een van de meest fundamentele hervormingen doorvoeren sinds het begin van de Vlaamse autonomie. Vanaf het prille begin was het Vlaams bestuursniveau ambitieus en wilde het terecht in tal van maatschappelijke domeinen nieuw beleid ontwikkelen. Doorheen de jaren is zo een overheid ontstaan die, hoe goed bedoeld ook, te centralistisch werkt. Een overheid die al te snel grijpt naar nieuwe regelgeving om maatschappelijke ontwikkelingen vaak tot in de details te willen beheersen. Een overheid die werkt op basis van bureaucratische plannen en rapporten. We moeten met z'n allen goed beseffen dat het niet de Vlaamse regering en haar administraties in Brussel zijn die schoonheid en kunst creëren, die onze jonge mensen opleiden tot een hoog niveau, die innovatieve nieuwe diensten en producten ontwikkelen.
Het zijn onze ondernemers, onze leraars en directeurs, onze docenten en professoren, ons middenveld, onze verenigingen, onze welzijnssector, onze lokale besturen, kortom, het levende Vlaanderen aan wie we vertrouwen moeten geven. Hen moeten we de ruimte geven om creatief te zijn, om maatwerk te leveren in functie van lokale noden en wensen, om zichzelf op een effectieve, een efficiënte manier te organiseren. Zij zijn het die vanuit hun enthousiasme en gedrevenheid, hun kennis, hun capaciteiten, het best geplaatst zijn om kwaliteit te leveren. Met deze Vlaamse regering maken we een radicale en een jonge omslag en geven we hen het vertrouwen, de vrijheid en de verantwoordelijkheid die ze verdienen. De Vlaamse overheid wordt hierdoor een andere overheid. Een overheid die wel doelstellingen formuleert, maar aan mensen, aan organisaties, vrijheidsgraden geeft in de uitvoering ervan. Een overheid als partner die ondersteunt zonder te verzanden in bureaucratische plannen en rapporten. Een overheid die resultaten meet, maar niet zelf in detail vastlegt hoe je die moet bereiken. De Vlaamse overheid moet uiteraard nog steeds de aanwending van de publieke middelen, de performantie van het beleid en het beleid zelf opvolgen en evalueren. Dat gebeurt niet zozeer op basis van plannen en rapporten, maar op basis van benchmarks, audits en ex-postcontroles. Deze regering zal het vertrouwensbeginsel heel concreet in de praktijk brengen. Zo krijgen de lokale besturen, voortbouwend op de interne staatshervorming, veel meer autonomie en bevoegdheden met differentiatie volgens schaalgrootte. Het toezicht van de Vlaamse overheid beperkt zich voortaan tot wettigheidstoezicht en toezicht op het begrotingsevenwicht. Aan de scholen zal de Vlaamse overheid meegeven wat leerlingen moeten kennen en kunnen en over welke attitudes ze moeten beschikken. En we reiken hen daarvoor ook de nodige middelen aan. Onderwijs gebeurt in de klas, grijpt plaats in de school. De scholen en leerkrachten beslissen zoveel mogelijk zelf over de wijze waarop ze die kennis en vaardigheden bij leerlingen aanbrengen. We geven de scholen en leerkrachten vertrouwen en we bouwen de planlast zoveel mogelijk af. In de welzijnssector gelooft deze Vlaamse regering in het sociaal ondernemerschap om zorg, om hulpnoden in te vullen. We geven vertrouwen aan de partners die onze beleidsdoelstellingen helpen uitvoeren en we doen dit in het zogenoemde tripartite overleg volgens het VSOC-model met primauteit van de politiek. Voor de handhaving van de kwaliteit en toegankelijkheid verleggen we de focus naar resultaten en ex-postcontrole. We creëren regelluwte en administratieve vereenvoudiging. We bouwen de zorgverzekering uit tot een volwaardige Vlaamse sociale bescherming die de basis vormt voor een volksverzekering met rechten en persoonsgerelateerde uitkeringen toegekend op basis van inwonerschap en met keuze in Brussel en tegen betaling van een premie. Onze ondernemingen geven vertrouwen door hen maximaal te bevrijden van administratieve en andere lasten. We concentreren ons op wat we zelf kunnen doen met focus op innovatie, op onderzoek en ontwikkeling en andere ondernemingssteun. Zo willen we onze economie een stevige stoomstoot geven. Voorzitter, collega's, wij hopen bij deze omslag op de medewerking van dit Huis van de Democratie te mogen rekenen bij het wetgevende werk dat hiermee gepaard zal gaan, bij de noodzakelijke decreetsevaluatie. Deze Vlaamse regering wil overigens, waar dat kan, bijdragen aan de versterking van de parlementaire democratie. We denken daarbij onder andere aan vroegere en bredere betrokkenheid van het parlement bij de totstandkoming van nieuwe beleidsinitiatieven met bijvoorbeeld groen- en witboeken. En voorzitter, na het horen van uw toespraak van morgen heb ik niet de indruk dat we als regering ook nog eens moeten vragen aan het parlement om zich sterk van zijn controletaken te kwijten. Collega's, moeilijke uitdagingen, die ga je niet alleen aan, maar schouder aan schouder.
Voor deze Vlaamse regering is verbinden essentieel. Verbinden met elkaar en met elkaars talenten en kwaliteiten. We willen mensen met elkaar verbinden en zetten daarom meer in op mensen aan het werk krijgen, op een grotere participatie aan de arbeidsmarkt. Een belangrijke focus ligt daarbij op de jongeren, die we nog sneller en nog beter willen begeleiden naar een job op de 55-plussers en op de personen met een beperking. Cultuur, drager van identiteit en uitstraling, verbindt mensen. We zetten in op culturele participatie en ondersteuning, ook voor de verenigingen, bewegingen en vormingsinstellingen die mensen bij elkaar brengen. We verbinden Vlamingen, oude en nieuwe Vlamingen, door een sterker integratie- en inburgeringsbeleid, omdat het Nederlands een belangrijke toegangspoort is tot volwaardige participatie aan onze samenleving, stemmen we het aanbod Nederlands tweede taal beter af op de noden en behoeften. We verbinden voor de toekomst. We willen dat ons onderwijs verder excelleert en investeren extra middelen in schoolgebouwen. We herwaarderen de leerkrachten. We verbinden alle Vlaamse beleidsdomeinen in een gecoördineerde aanpak in de bestrijding van armoede. We gaan in tegen mechanismen die armoede veroorzaken en stimuleren de zelfredzaamheid van mensen. Collega's, vertrouwen geven en verbinden moet leiden tot vooruitgang. Vlaanderen kan en moet beter. En hoewel we vandaag voor een van de grootste budgettaire uitdagingen in de geschiedenis van het Vlaamse bestuursniveau staan, zal deze Vlaamse regering al vanaf 2015 aanknopen met een begroting in evenwicht. En zullen we vanaf dag 1 blijven investeren in belangrijke maatschappelijke noden. Het tekort waar we tegenaan kijken zal tegen 2016 oplopen tot iets meer dan 1,4 miljard euro. Dit is te wijten aan de economische situatie, aan de budgettaire uitdagingen van de zesde staatshervorming en de gewijzigde visie van de Europese instanties met betrekking tot de consolidatie van een aantal PPS-constructies, zoals scholen voor morgen. En toch neemt deze Vlaamse regering de uitdaging aan om vanaf 2015 al een begroting in evenwicht te realiseren. Tekorten opbouwen is voor ons geen optie. We gaan geen beleid voeren waarvan de kostprijs wordt doorgeschoven naar de belastingbetaler van morgen, naar de volgende generatie. We realiseren deze begroting in evenwicht zonder nieuwe belastingen, maar wel met in overgrote mate besparingen en een beperkt aantal hogere inkomsten. Deze Vlaamse regering bespaart eerst en vooral op de overheid zelf. We zetten een hervorming van de Vlaamse overheid in gang die moet leiden tot minder, tot efficiëntere structuren. We werken aan een Vlaamse overheid die slanker, slagvaardiger en klantvriendelijker is. We zetten de vermindering van het aantal ambtenaren verder. We besparen op de eigen werkingsmiddelen van de overheid. De overheidkosten moeten verder dalen. En we zullen ook moeten besparen op de subsidies die we aan derden ter beschikking stellen. Een aantal apparaats- en beleidsprogramma's zal niet worden geïndexeerd. We verhogen de kostendekkingsgraad van een aantal diensten, zoals het openbaar vervoer. Aan dienstverlening, collega's, is altijd een kostprijs verbonden en uiteindelijk betaalt de gebruiker of de belastingbetaler de rekening. Het is hoogst normaal dat we, zoals andere overheden, aan de gebruikers van diensten een redelijke vergoeding vragen. We blijven daarbij wel rekening houden met sociaal zwakkeren. En we willen eerlijk zijn over deze maatregelen. Je kunt niet zo zwaar besparen zonder dat dit inspanningen vergt. Maar het is snoeien om te groeien. Dit is een regeerakkoord dat perspectief biedt. Met al deze maatregelen realiseren we een bedrag van 1,6 miljard euro in 2016, oplopend tot 1,9 miljard in 2019. En dat betekent dat we niet alleen het tekort wegwerken, maar door structurele besparingen ook extra financiële ruimte voor investeringen in belangrijke maatschappelijke noden en de economie
vrijmaken. Deze regering heeft ervoor gekozen om zwaar in te zetten op investeringen in enerzijds welzijn en anderzijds de economie. Vlaanderen moet vooruit gaan en daarbij laten wij niemand achter. Het is onze verantwoordelijkheid om te zorgen voor de zwaksten. En daarom zal deze regering extra middelen investeren, oplopend tot een half miljard euro recurrent in 2019 extra in welzijn. Een tweede belangrijke klemtoon is de groei van onze economie, van onze welvaart, van onze jobcreatie. We zetten daar volop in op de bevoegdheden die we hebben, op wat Vlaanderen kan doen om onze economie een stroomstoot te geven. Innovatie, onderzoek en ontwikkeling en maatregelen voor het bedrijfsleven. Ook hier investeren we extra middelen tegen 2019, oplopend tot een half miljard euro. We investeren verder in openbare werken, in schoolgebouwen, in wonen, in natuur. Deze Vlaamse regering kiest er ook uitdrukkelijk voor in te zetten op een aantal grote culturele en kunstinfrastructuurprojecten, zoals het kasteel van Gaasbeek, de plantentuin van Meissen, de Singel, kasteel ter Rijst, het Muca en de operas van Gent en Antwerpen. Collega's, dames en heren, Vlaanderen heeft de ambitie om in 2020 tot de top van Europa te behoren. En dat vergt ingrijpende maatregelen. Dat vergt maatschappelijke keuzes. Dat vergt vertrouwen en verbinden om vooruit te gaan. Het is voor mij een eer om deze regeringsploeg te mogen leiden. Tegelijk besef ik dat we voor een zware opdracht staan. Maar het is een opgave die perspectief biedt, die ervoor zorgt dat we na een korte periode van inspanning weer kunnen aanknopen met vooruitgang. Namens deze ploeg, namens de partijen N-VA, CD&V en Open VLD vraag ik het vertrouwen voor dit ambitieuze, dit hoopvolle programma. Dank u wel, minister-president. Dames en heren, hiermee zijn we aan het einde gekomen van onze werkzaamheden voor vandaag. We komen morgen om 10 uur en eventueel om 14 uur, maar dat eventueel is 14 uur, opnieuw bijeen om onze agenda verder af te handelen. De vergadering is gesloten en ik wens u een prettige voortzetting van uw werkdag.